Bij een brand in een huis in Dongen is een vrouw om het leven gekomen. En één bewoonster raakte zwaar gewond. In het huis woonden 5 arbeidsmigranten. De brand aan de Kardinaal van Rossumstraat werd ontdekt rond 16:45 vanochtend. 3 bewoners konden zelf uit het huis komen. 1 vrouw vluchtte het dak op. Mensen in paniek, ja. En vuur. Vlammen. En het was blijkbaar boven was het, best wel warm. Dus ja, die jonge dame die is met kracht van eigen leven is daar uit dat zolderraampje naar buiten gekropen. Naar de hoek van de dakgoot. Jan kwam meteen in actie. Ben ik naar achter gegaan, heb ik een ladder gepakt. En samen met de agent de vrouw naar beneden kunnen halen. En bij ons thuis binnen opgevangen. Totdat de mensen kwamen van de ambulance die daar haar hebben afgevoerd. Ja, en ze ligt nu ergens in Breda op de intensive care. 1 bewoner, een vrouw, werd lange tijd vermist. Ze bleek te zijn omgekomen in de vuurzee. De buren met een babytje van 3 maanden oud moesten hun huis uit. De rook- en brandschade was enorm. Ze zijn ondergebracht bij familie. Dus we hebben 5 maanden geleden alles verbouwd om te kunnen wonen met de kleine. En opa geworden en mijn zoon vader geworden. En dan tref je dit, dat je niks meer hebt. Dat is gewoon verschrikkelijk. De brand heeft veel indruk gemaakt. Ik ben nog steeds herstellende. Het is echt mijn eigen doodgeschrokken. Ja, dat zal misschien even zijn tijd nodig hebben om weg te halen. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht.